Avond allemaal. Wij zijn live en ik heb een hele speciale gast vandaag. Hallo. Eva, die doet gezellig met ons mee. We gaan even kijken of het allemaal werkt, of we ook echt online zijn. Dus dat is wel handig. Dus als je aan het kijken bent, geef even een reactie, want dan weten we ook zeker dat het werkt. Dan gaan wij hier op ons scherm kijken of we jouw reactie voorbij zien komen. Nou ja, ik dacht het is wel leuk. Inderdaad, eerst kwam ik altijd op vrijdagochtend live. Alleen ik merkte dat daar iets te veel andere lives ook gegeven werden. En dat er dus eigenlijk niemand tijd had om live mee te kijken. En ik vind het wel heel gezellig als er mensen zijn die live meekijken. Want dat is toch wel leuker. Dan krijgen we wat reactie. En dat is altijd fijner dan tegen een leeg scherm kletsen. mocht je meekijken en je ziet ons en je hoort ons en je denkt, nou, dit gaat goed, laat het ons dan even weten, want dan zien wij jouw opmerking voorbij komen. En ondertussen gaan wij zo meteen langzaamaan gewoon beginnen. Ik had vandaag bedacht om eigenlijk een kaart te casen die ik een tijdje geleden heb gekregen met een teamdag van Team Utopia. En die kaart die was van Sherpa van de Heide. En ik zal hem heel eventjes. Ja, dit is hem. Superleuke kaart. En ik dacht, nou, ik moet toch kerstkaartjes hebben. Dus ik maakte er een kerstkaartje van. Ja, jij ook, hè? Ja. Dus we hebben verschillende papiertjes bij elkaar gezocht. En we gaan deze speciale kaart. Kijk, met die leuke flapjes. Die gaan we live voor jullie maken. Eva gaat meedoen. Die gaat zelf ook een kaart maken. Dus we hebben straks twee kaartjes om jullie te laten zien, Eva. Nou, dus deze van Sherpa van Heide, die gaan we dus nou ja, eigenlijk namaken. Dan mag je natuurlijk, hè, in knutselland, gewoon af en toe iets namaken. Voor omdat je het zo mooi vindt. Hè? Dat doen wij ook wel eens, toch? Af Af en en toe. nou, eens even kijken. Wij gaan dus deze kaart maken. Dan ga ik even mijn andere scherm ook aanzetten voor jullie, zodat jullie die ook kunnen zien. Dan kunnen jullie in ieder geval op mijn werkblad kijken. Dan zetten we die even aan de kant. Schuif ik even mijn andere scherm erbij en dan ga ik even kijken of die goed staat. Ja, volgens mij wel. Kijk, nu dat is iets ongezelliger met die grote telefoon in beeld. Maar nu zien jullie in ieder geval ook mijn handen. Eva gaat hier aan de zijkant aan de slag. En ondertussen vertellen we wat we gewoon aan het doen zijn. Ik hoop dat jullie inderdaad mij goed kunnen horen en zien. Maar ik ga er even vanuit dat het gewoon allemaal goed werkt. En dat we gewoon lekker een kaartje gaan maken. Ja. Oh, wat kijk. Zie je, Rian? Nou, zie je, Eva? Kijk, hier komt, ik leg het even uit aan Eva. Hier komt dan in beeld als iemand iets zegt. Rian, ja, gezellig, hè? Eva die vindt het altijd heel erg leuk om mee. Ja, en vooral kaartjes maken dan. Oh Dus ja, precies. Ja, lekker samen ik vind het sterven. heel erg leuk en gezellig. Leuk. Vooral om de gezelligheid. Vooral om de gezelligheid. Ja, dat kennen wij wel, hè? Gewoon gezellig. Gezellig, gezellig. Nou, zoals gezegd, we gaan deze kaart maken die Sirpa dus in eerste instantie had gemaakt. Die gaan we casen met die leuke flapjes. En we gaan er in ieder geval allebei een kerstkaart van maken. We hebben twee verschillende soorten papier uitgekozen. Laat maar even jouw papiertje zien hier even. Als je hem hier ophoudt, dan kan iedereen het zien. Ja, en de achterkant. Kijk, daar gaat Eva mee aan de slag. En ik had mijn papiertjes al op de goede maat gesneden. En ik. Oh, wacht. Ik ga even onze camera. Dat is makkelijk. Wacht even. Zo, dan kunnen jullie het iets beter zien. Dan is het wat groter. Ik heb het Shining. Woehoe, dat is supermooie papier. Die heb ik alvast op maat gesneden. Jij hebt gewoon een hele andere gekozen, maar is ook Ja, hartstikke mooi. Dat is ook een ik vind kerstkaart. het wel leuk, Susanne. Ja, toch? Ja. Nou, dus deze ga ik gebruiken. En dan gaan we gewoon gezellig samen het kaartje maken. Nou, wat heb je nodig? Dat is altijd belangrijk om te weten. 1, basiskaart. Welke heb jij, Eva? Ja, Cherry dit Cobbler. Ja. die. Eva heeft Cherry Cobbler. Ik heb Cherry Cobbler, moet ik zeggen. En ik heb Basic White. En je hebt een laagje daarop nodig. Nou, dan heb ik Cherry Cobbler. En dan heeft Eva Old Olive. Zelf uitgekozen allemaal, hè? Ook belangrijk. En dan hebben we dus de dessinpapiertjes. Shiny. En jij hebt die. Ja, heel goed. Ook een leuk kerstpapiertje. En dan heb ik. Oh ja, hier nog een klein stukje. En. Ik heb hier een extra wit vierkantje en Eva moet die dadelijk nog gaan snijden. Dus dat gaat ze zo meteen doen. Ik ga toch even met Eva de maten doornemen en met jullie.
Hey Ingrid, leuk dat je meekijkt. Hallo. Ja. Ja, het is wel met al die lives, hè. Je moet het allemaal maar bijhouden. Hè? Nou ja, goed. Deze, mijn basiskaart is dus dadelijk wit met cherry cobbler oplegvel. En daarop komen deze vier rechthoekjes. Nou, Eva, jij moet die nog gaan snijden. Ja, en mochten jullie... Ja, van dat papier. Ja. Ja, van de mooie designpapier. Dus mochten jullie ook willen gaan snijden, dat hoeft niet nu meteen, maar als je terugkijkt of je denkt straks van, oh, ik vind het wel een leuk kaartje, ga het ook eens maken. Dan heb je vier stukjes designpapier nodig. En de maat is 6,5 bij 4,5. Dus dan leg je het papiertje, Eva gaat ondertussen even snijden. Leg je het papiertje in de trimmer en dan leg je hem op 4,5 centimeter. Goed tegen de bovenkant, dat die recht is. En dan snij je hem door naar beneden. Ja, papiertje vasthouden. Goed zo. En dan leg je die even aan de kant. Nou, dan heb je 4,5 en dan ga je nou snijden op 6,5. Dus Eva is ondertussen aan het snijden, want die had hij nog niet gedaan. We bedachten net, het is eigenlijk wel heel leuk om samen te doen. Ja, dat is één. En dan doe je er nog eentje. Ja, die heb je nodig. Die is goed. En dan pak je dan dat stukje papier. En die leg je ook op 6,5. Ja, helemaal goed. Hoi Helene, leuk dat je meekijkt ook. Hoi. Mijn dochter zit naast me, die doet vandaag gezellig mee. Ja, ze zien jou kijken. En dan moet je even nog een keer doen, want nu heb je er twee. Je hebt er vier nodig. Dus je moet deze nog een keer, dan doe je weer 4,5. Ja. Ja, en dan op 6,5. Weet je het nog? Ja, okay. Veel maten. Ja, maar je hoeft ze allemaal niet te onthouden. Dat doe ik voor jou. Dat is makkelijk. Nou, en dan, terwijl Eva nog even snijdt, dan laat ik vast even zien wat dan ongeveer de bedoeling is. Kijk, deze papiertjes die komen dus op het oplegvel. Dus voor mij de rode. Eva snijdt ondertussen nog even, jullie horen nog even wat snijgeluiden. Heb je dat nog gezien? Ja, dan kan je hem even wegleggen. Ja, niet te ver wegleggen, want je hebt hem dadelijk nog nodig. Nou, dan heb jij jouw papiertjes. Laat ze maar even zien aan iedereen welke papiertje jij hebt gesneden nu. Ja, kijk, helemaal goed. Nou, en dan pak je je oplegvelletje even, die groene van jou. Voor mij zijn de rode. Ja, leg me hier maar naast, dat is eigenlijk wel zo gezellig. Ja, dan kunnen ze hem gewoon allebei zien, dat is eigenlijk veel beter. Kom, doen we dat. Ja. Zo, en dan leg je ze eventjes neer hoe jij denkt dat je ze neer wil leggen. Ik heb twee verschillende papiertjes. Jij hebt één papiertje. Dus dan moet je even kijken of je hem inderdaad zo wil neerleggen. Of allemaal juist andersom en dan straks het hoekje omvouwen. Moet je even kijken wat je het mooiste vindt. Yeah. Ja, het is leuk, Helene. Samen met Eva, ja. Eva houdt van stempelen en kaarten maken. En ze kan niet wachten tot ze 18 is. Nee. Want dan kan ze ook instappen bij Stampin' Up. Ja, ik kan nu wachten. Nog even geduld. 8 jaar. Ja, nog 8 jaar ongeveer, dat klopt. Ja. Ja, heel goed. Ja, je doet het goed hoor. Nee. Het is jij mag kiezen, het wordt jouw kaartje. Dus, nee, ik vind het gewoon een beetje hetzelfde als jou, maar dan zonder. Maar dan met het andere papiertje. Ja, zo wordt hij dan. Beetje wat tegen. Oh, gezellig, ziet er goed uit. Niet zo heel erg netjes, maar. Nee, is niet erg. Wilde jij nou ook even zo'n witte, wat die ik had gemaakt met dan zo'n plaatje, of jij wilde alleen de witte? Nee, eronder. Ja, dus, maar deze komt dan in het midden, zeg maar, in plaats van de tekst. Ja. Ja? Ja. Dus dan moet jij nog even weer de trimmer pakken. Kijk, ik zal jullie ook nog even laten zien. Ik heb deze kaart van die Sherpa van de Heide dus gemaakt heeft. Die heeft omgevouwen hoekjes en die heeft hier een tekstje in het midden. En nou kom ik helaas in mijn grote assortiment van stempels niet echt een klein kerststempeltje vinden die ik in het midden kon stempelen. Dus wat ik heb bedacht is een klein beetje anders. Ik heb wel het witte vierkantje wat dadelijk hier in het midden komt. Daar plak ik nog een klein stukje designpapier op. Dus die komt hier dadelijk in het midden. En dan ga ik de tekst gewoon in een strookje dadelijk eronder doen of uitknippen. Dan moeten we daar even kijken wat het mooiste wordt. Ja. Dus dat is hoe wij hem nu gaan maken. Gewoon omdat we niet zo'n kleine tekst hadden voor een kerstkaart. Dus we passen het gewoon een klein beetje aan naar zoals wij denken dat het goed is. Even kijken Eva, wat je nodig hebt. Hetzelfde als mij dus, hè? Yeah. Ja, dan heb je eerst de witte nodig. En de maat van dat witte vierkantje is 3,5 bij 3,5. Dus dat is niet zo heel groot, hè? Nee. 3,5 bij 3,5. Ja, goed tegen de... Het is altijd lastig, want dan zitten je vingers er tussen.
Ja, precies. Ja, maar nou doe je het goed, want dan schuif je het papier vanaf de andere kant erin. Maken. Ja, heel goed. En dat stukje, die moet dan ook weer op 3,5. En het dessertpapier wat erop komt voor degenen die meekijken, wordt dan 3x3. Oh, een klein beetje. Dat zag jij al. Ja, goed zo. Snij je maar af. Juist. Nee. Nou, die heb je dus nodig. Kom maar, die moet echt maar een beetje aan deze kant. Dan weten we zeker dat we de goede hebben dadelijk, hè? Ja. En dan nog een dessertpapiertje. Dus het papiertje, die heb je daar liggen. Van 3x3. Ja. Ook? Ja, 3x3 is dat. Oh ja. Dus dat is een heel klein stukje kleiner dan deze. Ja, dat is een half. Een halve centimeter, heel goed. Ja, dus 3x3. Nee, dat is 3 keer 3. 3 keer 3 is 9, staan zingen. Ja, even goed eronder leggen en dan maak je hem eerst maar dicht. En dan ga je hem even nog schuiven, zie je? Die zit precies daar onder dat randje. Ja, snij maar naar boven, dat is makkelijk. Ja. En Eva die maakt regelmatig kaartjes voor de vriendinnen of voor de buurvrouw ook wel eens, hè? Dat ja, heel af en toe. Nee, voor de leuk. Gewoon voor de leuk. Gewoon omdat ze het leuk vindt. Nou, dat is toch super. Heb je de goeie? Leg hem hier maar bij. Ja. Oké. Dan hebben we die nu eventjes weer niet meer nodig te trimmen. Die leggen we even aan de kant, hè. Dan hebben we een ruimte. Ja. Oké. Nou. Deze, die kunnen we alvast opplakken. Moet je even bedenken of je deze kant naar boven wil of de andere kant. Ik denk deze kant. Ja. Deze is dus wel leuker, omdat hier niet alles helemaal in het midden is. Ja, nou ja, wat jij wil. Ja. Of het is jouw kaartje, hè? Ja. Nee, ik plak in ieder geval de cadeautjeskant naar boven, want dat vind ik wel leuk met kerst. Ja, ik plak... Ja, dat zijn eigenlijk een soort van sneeuwvlokjes. Ja, kijk. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon best wel lastig om te kiezen. Ja, jij vindt het lastig om te kiezen. Maar ja, dat is ook een beetje het nadeel van stempen. Die hebben zoveel leuke dingen. Ik denk zo. Ja, nou, dan ga je hem gewoon opplakken. Je kan altijd nog een andere maken. Als je het ook uiteindelijk niet zo mooi vindt. Hè? Nou, ik heb hem opgeplakt. Jij gaat hem ook plakken. En dan gaan we dadelijk kijken hoe we deze papiertjes op gaan plakken. Even goed schudden. Ja, ja, heel goed. Klein beetje lijm heb je eigenlijk maar nodig, hè? Hij plakt toch. Dat is helemaal waard. Ja, dan plak je hem netjes in het midden erop. Even een beetje schuiven op, want dat kan nog. Ja, zorgen dat hij netjes in het midden zit. En dan leg je hem dadelijk even aan de kant. Ja, super. Goed gedaan. Jee. Jee. Oké, nu moeten we dus die hoekjes gaan omvouwen. Ja, en dan... Hoe gaan we dat nou doen, Eva? Ik denk dat het eigenlijk best wel lastig is. Jij denkt eigenlijk dat dat best wel lastig is. Ja, of makkelijk. Of makkelijk. Ligt aan wat je makkelijk vindt. Ja, nou ja, wat we kunnen doen. Ik vind het moeilijk makkelijk. Is even dit. Ik ga even kijken, want ik weet het niet. We gaan even kijken wat makkelijk is. We proberen het gewoon samen uit. Hoe is dat? Ja. Ook wel weer leuk, toch? Maar ik denk dat je eerst hier zo allemaal lijnen moet doen. En dan bij dat hoekje niet en dan dat hoekje. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Maar hoe gaan we nou zorgen dat hij zo mooi in het midden komt? Ja, dat weet ik niet. Oh jee. Meten hoe groot hij is en dan het midden uitrekenen. Oké. Wat we kunnen doen is deze gewoon opplakken. Eerst. En dan de hoekjes daarna omvouwen. Dat nog wat? Zo kan het ook. Als je hem niet gaat snijden, kan dat wel. Je kunt de trimmer natuurlijk gebruiken om iets te meten. Dat doe je heel goed. 15 centimeter. En de helft is 7, dus dan moet hij niet ongeveer. Waar is dan het midden? Eva is ondertussen aan de zijkant aan het meten. Wat is het midden van de kaart? Misschien hebben de mensen die kijken wel een hele goede tip. Zou kunnen, hè? Dan zeggen misschien van, ah, dat moet je zo doen. Dat is pas handig. Maar ik denk dat het meeste wel, denk ik, meet het wel het beste. Dus denk ik. Nou, zullen we het gewoon zo proberen? Gewoon ja, zo meten. Meten of gewoon, nou, zo wordt het ongeveer. Dat kan ook, hè? Ja, maar dan moet je die al gaan opplakken en dan moet je die andere nog opplakken. 8. 1, 2, 3, 4. Oh, dat is niet binnen. Ja. Ik ga het gewoon zo proberen. We doen gewoon... Makkelijk. Nou, makkelijk. Ja, dat weet ik niet. Of dat nou eigenlijk wel zo makkelijk is wat we doen. Maar we gaan het gewoon even proberen.
Is een soort potlood waar je aan zit? Nee, dan zit al die zilveren zo'n potlood. Deze. Ja, moet je hem draaien en dan wordt het een potlood. Oké. Ik ga gewoon eens even kijken of we het zoiets voor elkaar kunnen krijgen. We kunnen natuurlijk altijd nog een beetje aanpassen. Ik moet niet jouw papiertje. Ik wil bijna jouw papiertje pakken. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat weet ik. Dat mag ik ook niet doen. Ja. Oké. Okay. Nou, daar komt hij. Weer draaien. Dan gaat hij weer dicht. Vulpotlood. Een vulpotlood hadden. Ik ga het gewoon even zo proberen. Kan ik dit gewoon even wegdoen? Ja. We gaan het even zo proberen. Oh, sorry. Ik heb hier een tekening van. Oh ja, daar heb ik het gedaan. Ook niet te dichtbij houden, want daar wordt niet scherp. Ja, daar is ook dat stukje even. Ja, heel goed. Nou, dan ga jij ook het vierkantje opplakken, want anders dan duurt het wel heel lang voor onze kaart dadelijk hebben gemaakt. Nou, ik heb er nu eentje gevouwen, dus ik ga ze gewoon allemaal hetzelfde vouwen als deze. Zo. Ja, helemaal goed. Nu moet ik hem weer eraf halen en weer op. Even kijken, want ik zie dat ik ergens een meetfoutje heb gemaakt. Dus ik moet even... Iets is dan niet helemaal goed gegaan. Mm-hmm. Even dus hier een klein stukje van af. Oh, die trimmer. Oh ja, sorry, maar ja. Oh, zo. Kijk, en zo zitten wij dus regelmatig samen gewoon gezellig te kletsen. Kletsen en een kaartje maken ondertussen. Zo. Kijk, dit is die van mij tot nu toe. Ja, ik wil goed dat je die even laat zien. Zo, deze aan de kant. Nou, dan moet die als het goed is wel kloppen. Jij werkt heel vaak heel snel, omdat jij weet van wat je doet. Ik weet niet wat ik doe, dus dan moet ik langzamer. Ja. Maar ja, als je iets al heel lang doet, dan wordt het ook steeds makkelijker. Ja, toch. Jij kan ook veel beter stempelen dan dat je in het begin deed. Ja, dus, waarom? Ja. Maar hoe ga ik het doen? Oh, dat is slim. Dat ga ik ook doen. Dat is slim. Die moet er echt nog wel als goede ideeën, hoor. Nu moet ik er weer eentje gaan vouwen, maar hoe? Even erbij leggen, inderdaad. Ja, en dan het hoekje omvouwen, zodat je daar dat witte randje weer kan zien. Nee, je hoeft hem niet op te plakken. Zo. Nou, ik heb ze in ieder geval gevouwen. Zo, heb ik. Op het oog. Ja, misschien. Ik weet niet of dat ver genoeg is, maar kijk maar. Ja, dat is ver genoeg. Ja, misschien. Hij moet denk ik iets verder, anders hou je geen randje over. Je moet ook iets verder vouwen. Zo, dat hij dan zo komt. Zo. Oh nee. Ja, ik heb niet opgelet. Ja. Wat? Dat komt omdat ik ons op jou aan het letten, maar niet op mezelf. Kijk, nou heb ik het hoekje de verkeerde kant opgevouwen. Dan doe je het op. En dan wordt hij zo. Ja, oké. Maakt niet uit, we doen het gewoon zo. Dan wordt hij gewoon precies anders. Nee, maar dat is toch juist leuk? Dat is juist leuk. Ja, het is helemaal gelijk. Nou, ga jij hem ook even vouwen? Want anders dan zien de mensen daar nog geen eind. Nee. We kunnen geen uren kletsen. Want we moeten eigenlijk ook nog gewoon een keer iets af hebben, zeg maar. Dus de hoekjes vouwen. Je moet hem toch iets verder vouwen even. Zo. En dan ga je ze allemaal, alle hoekjes vouwen. Maar dan moet je dus even goed kijken dat je wel het goede hoekje vouwt. Nu heb je hem schoon gepast. Oh nee, nou, dan moet jij hem even rechts vouwen. Dat is niet goed, nee. Of dat krijg je als je moeder zich bemoeit met jouw eigen projecten. Oh nee, hij zit er. Oké, nou, eventjes verder gaan vouwen, Eva. Rustig aan, hè. Sorry. Rustig aan. Even kijken. We gaan het gewoon proberen. Het is ook de eerste keer dat ik deze kaart maak. Dus het is ook de eerste keer dat ik ze dit live doe. Ja, dat is ook wel een beetje spannend, hè? Ja, maar volgens mij valt het nu al in mee. Ja, het valt mee. Ja, en het voordeel is, we zien helemaal niemand aan de andere kant, hè? Ja. We zien helemaal niemand aan de andere kant, dus dat is ook wel weer makkelijk. Maar misschien zit er al helemaal niemand te kijken.
Dat kan. Ik zie dat er 3 mensen daar zitten. Oh, dat is. Dat heb jij goed gezien. Wacht even, nu heb ik hem. Ik ben wel benieuwd wie het nog zijn. Ik denk in ieder geval Helene nog. En misschien Rian. Ik weet niet, misschien zijn het wel andere mensen. Misschien Ingrid nog. Ja, misschien nog even. Ja, zou nee, kunnen. Dat is ook niet. Nou, ondertussen plakken we gewoon maar even door. Oeps. Hij ging helemaal schrik. Hij ging even schrik. Zo. Nou, kijk, Helene is er nog. Die zit nog lekker te kijken naar ons gebabbel. Jee. Nou, nog eentje verder. Dat is niet jij. Bij mij is ze ook niet precies helemaal. Kijk. Oké. Soms, ik weet niet of dat bij jullie ook geldt, maar zijn we ook te perfectionistisch misschien. Hè? Ja. Dat is ook wel een beetje zo. Kijk, bij mij zit hij inderdaad ook niet helemaal super netjes, maar dat is nu even zo. Kan ik nu toch niet meer aanpassen. Dat is even weg. Ik kijk nog heel eventjes mee. Oké, is goed. Ingrid kijkt nog heel eventjes. Nog heel even, nog een paar minuutjes, want dan gaat ze bij iemand anders ook kijken. Ik plak ondertussen even vast mijn kaart een beetje in elkaar. En dan ga ik de tekst stempelen. Goed zo, dan kan jij ze ook gaan plakken. Zo netjes als je kan. Even een beetje wit. Ja, dat had ik dus ook. Ja, hier. Ja, maar je kan hem dus ook dan gewoon zo doen. Want dat had ik net ook, geloof ik. Ja, die zo. Ja, die klopt nou. Die klopt. Oh, die klopt niet. Ja. Die en dan zo. Zo. Nee, maar dat ja, maar kijk. Nee, maar... Ja? Oh, zo. Maar dat wil ik helemaal niet. Oké, nou dan ga jij zelf even puzzelen. Ik ga eventjes mijn kaart afmaken. Help. Zo. Merry Christmas. Die wil ik wel erbij. Oh, verkeerde schaaf. Ga dan gewoon bij het... Nou, dan ga ik even. Ik ga hem even uitknippen. Dat vind ik zelf wel leuk. Zo, ik heb hem. Goed zo. Dan kun je ze gaan plakken even. Zo. Ik vind het soms wel leuk om in plaats van op een recht strookje de tekst zeg maar uit te knippen. Dat is net een beetje speelser. Dan pak je even een andere. Ja, bijna. Lijm genoeg hier in huis. Dus... even kijken. Daar zijn er bijna. Moet ik aandrukken? Ja, zorg dat hij goed vastzit. Ja. En dat hij zo netjes mogelijk zit. Ja. Bij mij ging het even een klein beetje mis. Maar dat gebeurt ook wel eens als je live bent. Hè? Dat het niet helemaal gaat zoals het was. Ja, als je live niet, bent. Oh. Niet als ik live ben. Ja. Nee, want het is voor jou de allereerste keer dat je live bent. Is het ook wel een beetje. Het is soms ook wel een beetje spannend, want je weet niet precies hoe het gaat. En of het wel goed gaat. Wat? Niet nee. Maar dat is het niet erg. Iedereen die zit te kijken, die snapt daar echt wel. Hoor. Er zijn misschien zelfs wel mensen die dat nog nooit hebben gedaan. Dus ik ben even ondertussen hele dunne strookjes dimensional aan het knippen voor op de achterkant van de tekst. Zodat we hem kunnen opplakken. Ik ben nog... Jij bent ondertussen nog even de papiertjes aan het plakken, maar dat is helemaal niet erg. Sorry. Nee, maar niet uit. Jij plakt gewoon de papiertjes. Oh. Waar kan ik deze laten? Gewoon even daar. Daar is even zo belangrijk. Zo. Kijk, en dan ga ik in ieder geval mijn tekstje vast oppakken. Alle frutseltjes aan de kant of op de grond, hè? Zo werkt dat. Zo. Nou, de tekst zit hieronder. En dan doe ik aan de binnenkant nog even een gezellig cadeautje. Cadeau? Ja.
Oh, dat gericht. Ik dacht echt zo'n cadeautje. Een cadeautje, een echt cadeautje. Nee, altijd de binnenkant en het envelopje pak ik even Dat is erbij. wel om te zien wat jij nu zo in het echt aan het doen bent. Want hier, zo vaak zit hij een beetje. Oh ja. Hij hangt een beetje vast, dus ja, je ziet maar het is een beetje vertraging op de lijn, zien we dan. Ja, zo. Maar dat maakt niet uit. Het ziet er gewoon een beetje raar uit. Dat is inderdaad helemaal niet raar. Kijk, ik doe altijd ook al in mijn envelop inderdaad, maar daar zijn jullie volgens mij ondertussen van mij wel gewend. Altijd de envelop aan de binnenkant van de kaart, een stempeltje of ook een strookje dessertpapier. Of in ieder geval dat het allemaal weer met elkaar matcht. Ja, dankjewel Helene. Ja, ik vond hem ook echt, Sirpa had inderdaad deze gemaakt. Ik weet niet of het haar originele idee is, geen idee, maar ik vond hem in ieder geval erg leuk. En ik denk ook, oh, probeer het mooi met een kerstpapiertje. Nou, Eva is op de helft. Die is op de helft, dus die is ook goed bezig. Deze doet het ook niet. Oh ja, dat is deze niet zo handig. Binnenkant. Oh ja, dat zou inderdaad kunnen. Hij zit nog wel. Zo, even met de lijm schudden, dat hij een beetje naar beneden gaat. Dan kijk maar of het lukt. En anders pakken we dadelijk even een andere, maar ik denk het wel. Ja, ja dus... niet te veel lijm, maar dat weet je. Kijk, en de volgende keer moet ik het dus even een klein beetje anders doen, toch? Een gedeelte dat ik vastplak en omvouwen, denk ik. Ik moet even kijken hoe we een netjes iets netter kunnen krijgen, want ik ben niet helemaal tevreden erover. Maar goed, het idee is in ieder geval duidelijk. Ja, de envelop inderdaad, Helene. Ja, dat doe ik inderdaad ook echt altijd. Ik vind het ook leuk als die in de brievenbus komt, zeg maar. Dan ziet het er ook meteen gezellig uit, toch? Als er ik een stempeltje op zit. Ik vind het heel vaak en dan ga ik met zo'n hele netjes lettertje op de... Ja, dat klopt. Voor wie die is. Ja, dat klopt. Eva gaat dan met een heel mooi krullerig handschrift en krullerige letters. Ja, gaat ze de naam opschrijven. Dus ik ben benieuwd wie deze kaart krijgt, want dat is... worden ook met hele krullerige letters straks op de envelop de naam geschreven. Nou, mijn kaart is zo'n beetje klaar. Ik wacht heel eventjes op Eva, want dan kan Eva het ook aan jullie laten zien. Wat jij hebt gemaakt. Jij wilde dezelfde tekst, toch? Ja. Ja. Het is mijnen. Ja, oh jezus, kijk, die is mee. Zo. Ja. En dat is die van mij. Ja. Nou, super. Heel leuk uitzien omdat dit zo anders is en dit anders is. Ja, super grappig. Vind je wel leuk? Dat is een leuk effect, hè? Ja. Dat moeten we vaker gebruiken. Ja. Ja. En vooral met die boekjes, dat is gewoon leuk. Ja, kijk, ik doe even zo dat hij net wat strakker naar beneden blijft zitten. Het lekker niet. Zo. Nou, en dan kan je nu de tekst gaan stempelen. Tekst? Ja, zit er al genoeg inkt op? Nee. Oh. Hier is de inkt. Dan kan je die stempelen daarop. Hier. Ja, en ga je hem dan uitknippen? Net als mama? Ja, oké. Okay. Super. Nou, kijk, heb je een schaaf? Netjes gestempeld. Heel goed dat je het al laten gaat zien. Ja, dankjewel Ingrid. Veel plezier bij Leonie. Ja, niet zo. Ja, ik knip hem maar helemaal uit. Maak ik ondertussen de inkt even dicht. En laat ze meteen ook zien hoe netjes ik heb geknipt. Ja, goed idee. Goed, wel rustig aan dan. Dan moet je niet te snel willen knippen, want dan gaat het meestal niet meer zo netjes. Kijk, en dan gaan wij dadelijk, als jouw kaart klaar is, ook weer afronden. Nee. Nou, misschien kan je nog wel een keertje meedoen als mensen dat nou leuk vinden dat jij ook meedoet. Dat is dat best een keer grappig. Dat kan waarschijnlijk alleen niet elke keer. Nee, nou. Maar doe je dit elke week? Dit is wel de bedoeling, ja, elke week op woensdagavond. Dus dat is wel leuk, hè? Eerst deed ik dat op vrijdagochtend, maar dan was jij op school. Dus dan zag je het niet. Ja, goed zo. Nou, dan heb je hier, ja, netjes. Kijk eens, ik heb hier een paar kleine plakkertjes voor op de achterkant. Leg maar even neer, dan plak ik ze meteen, dan haal ik ze eraf en plak ik ze meteen erop. Hopla, die nog. Hier nog eentje. Oeh, of juist die boven. Kijk maar even, de achterkantjes eraf halen en dan kan je hem opplakken. Ja, kijk eerst. En dan gaan we zo. Ja, ik kan zelfs ook hier overheen als je dat wil. Ja, zo. Dat is ook leuk. Ja. Bedenk ik me nu, had ik ook wel kunnen doen eigenlijk, maar ja, bij mij zit hij er al op. Ja, maar dat vind jij, die vind jij ook wel leuk. Hè? Ja. Ja. Oké, gelukkig. Fijn. Nou, de achterkantjes eraf riemelen. En dan plak je maar op. En dan, ja, dat gebeurt natuurlijk voor jullie net even buiten beeld, maar we laten hem zo weer zien. Ja,
Heel goed. En dan pak je de kaart. Goed gedaan, Eva. Super netjes geknipt. Dan gaan we hem erop plakken. Hier doe je op de achterkant nou lijn erop. Dat die hoekjes niet te Ja, pak ik voor jou ook even een envelop. Kunnen we die meteen ook doen. Ik kan ook zo'n korte. Ja, dat kan. Nou, en dan... Gaat hij naar snoep? Snoep. Nee. Dat kan eigenlijk niet. Ik denk dat je er een pakt. Goed, netjes pakken. Dat is met kaarten maken stempelen ook, hè. Gewoon nog steeds secuur werken. Ja, heel goed. En dit is mijn eindresultaat. Nou, super netjes, toch? Ja. Heel leuk. Ik vind het niet wat wel. Nou, goed zo. Wil je op de envelop dan ook een cadeautje? Ja, dat kan ik niet. Dan kan je die er zo bij stempelen. Ja. Stempelen normaal. Oh, wat moet leg je me niet. Nee. Inkt maar even aan de kant. Ja, super. Kijk, dan heb je jouw envelop past er ook mooi bij. Maak ik de inkt even dicht. En ik heb nog altijd zo'n kaartje onder het vlakje. Onder het vlakje, ja, dat kan ook inderdaad. Dat krijg ik altijd wel. Ja, nou kijk jongens, dames. Ja. Doe hem heel even zo, want dan kunnen ze hem net iets beter zien. Ja. Kaart van Eva. En een kaart van mij. En het origineel. Van zichtbaar. Nou, zie je, daar hebben we in ieder geval weer een kerstkaartje erbij. Dan kunnen we weer vooruit. Eva, we moeten er altijd best wel veel maken, hè? Ja. Dus ik ben benieuwd of we deze nog meer gaan maken voor je vriendinnen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan draaien we de camera weer even om. Dan zijn wij weer even iets beter in beeld. Zo, kijk. Dan ga ik deze even uitzetten. Zo. Dan kan ik hem namelijk even een beetje aan de kant zetten. En dan kunnen we dadelijk netjes even doei zeggen. Ja. Je kunt hem zo nog even laten zien. Nou, die van Eva is ook mooi, zegt hij. Dank je. Ja, nou kijk. Samen gestempeld, samen een mooie kaart gemaakt. Een leuke kerstkaart erbij. Wij zijn er blij mee. Nou, en misschien maken jullie hem thuis ook wel een keer. Laat het dan gerust zien. En mocht je inderdaad terugkijken, wat dan ook dan laten. We krijgen zelfs een hartje. Hartje. Ja, ik zou het niet spelen. Hey, twee hartjes. Yeah. Een hartje. Voor ons allebei een hartje. Yeah. Nou, wat fijn. Die laat maar liggen. Nou ja, super fijn dat jullie mee hebben gekeken. En volgende week ben ik weer terug met een heel ander project. En geen idee of Eva er dan bij is. Misschien ik ook, ja. Misschien is Eva er ook bij. En anders zie ik jullie in ieder geval wel voorbij komen in de opmerking. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doei!